Hallo allemaal. We gaan vandaag eigenlijk een beetje kijken naar ons taallesje voor vandaag. En we gaan vandaag ook een nieuw woordje leren. En dat woordje is vier. Ik ga het ook laten zien hier, voilà. Vier. Nu, vier, dat weet je, dat is ook het cijfertje vier. Maar we kunnen dat ook in een woordje opschrijven. En dan schrijf je vier. V-I-R. De V, dat kennen we al. Die hebben we al eens gezien van vis. En de R hebben we al gezien ook bij deur, het woordje deur. Dus die twee letters, die ken je al, die heb je al eens geleerd. De I, dat is nieuw. Je ziet de I, dat is een itje en een etje aan elkaar geplakt. Dus die zitten eigenlijk samen, dat is één klank. Net zoals de O en de I, is de I ook één klank. Die horen samen, die twee lettertjes. Ja, dus dan moet je eens proberen om die eens te hakken en te plakken. Dus we hebben V, I, R. He? Nu moet je eens denken, als je vier, het woordje vier, hoort, bijvoorbeeld de I. Is dat bijvoorbeeld vooraan in het woordje, in het midden van het woord of op het einde van het woord? Probeer dat eens voor jezelf eens te zeggen. Want dat is inderdaad in het midden dan van het woord. De R, waar zit die dan in het woord? Vooraan, in het midden of op het einde? De R zit op het einde van het woordje vier. En de V, waar zit die dan nog? Die zit vooraan in het woord. Hè? Die zit hier zo. Nu ga ik eens een aantal woorden zeggen. En als jij het woordje vier hoort, dan moet je gaan recht staan. Dus dan mag je op je stoel, hè, als je op een stoel zit of je zit op de grond, ik weet niet waar je zit hè, thuis, maar dan mag je gaan recht staan. Laat je niet vangen, want we hebben dat vorige keer ook met school gedaan. Toen waren er toch sommigen die zich hebben laten vangen. Hè. Ik ga eens heel eventjes kijken, het rijtje snel voor mij eens bekijken, dat ik het nog goed weet. Oké, dus vier... Vies, viel, vier en mier. Dus je hebt maar twee keer kunnen opstaan nu, hè. Je hebt maar twee keer vier gehoord. Dan. Bier, hier, vier. Vier, bier. Dus moet je ook eens kijken. Normaal gezien heb je ook maar twee keer omhoog kunnen gaan. Dan ga ik eens een verhaaltje kort lezen. Vandaag vieren we de verjaardag van Poes, Moes. En wanneer je vier hoort, moet je ook recht gaan staan. Hè? Dat was ik vergeten te zeggen. Vandaag vieren we de verjaardag van Poes, Moes. 4 jaar is nog heel jong. Ik vier. Feest, zegt Beer. Ken je de vier seizoenen? Kom eens hier, kleine mier. Bier is vies. Dus je hebt ook alleen maar een paar keer kunnen recht gaan staan. Nu hoor je ook, vier is niet alleen maar een cijfertje, maar je kan ook je verjaardag vieren. En dan zeggen we dat ook zo. Nu gaan we eens naar ons werkboekje kijken. Nou, dan moet je het werkboekje, dat is bladzijde 45, voor jou nemen. Als je eventjes nog moet zoeken, dan zet je mij ook maar weer op pauze. En daar zie ik allemaal afbeeldingen staan. Net zoals alle andere woordjes die we hebben geleerd, heb je woorden die rijmen op vier. Rijmen, dat was ook weer dat het laatste stukje van het woord, dus hè, kijk waar ik met mijn muis zit, hier dat stukje, de ier, dat eigenlijk hetzelfde is in een ander woord. Alleen het eerste lettertje of het voorste gedeelte, dat is anders. Het laatste stukje, het kleinste laatste stukje, is eigenlijk hetzelfde, dat klinkt hetzelfde in het woordje. Dus ik ga het eventjes wat vergroten. Ik ga de oefening ook even uitleggen. Je kent ze ondertussen al, maar sommige woordjes ga je misschien niet altijd raden hoe dat, ja, je ze moet zeggen. Dus als je het woordje hoort dat rijmt, dan ga je weer een kruisje zetten in het vakje hier beneden. Hè? Het eerste woordje is ei. Een ei. Rijmt dat op vier, moet je denken. Het tweede woordje is bier. Rijmt bier op vier. Derde is een mier. Rijmt mier op vier.
Dan hier, waar Mol zit, die deur. Die deur staat op een kier. Rijmt kier op vier. Dan hebben we beer. Rijmt beer op vier. Dan hebben we hier papier. Rijmt papier op vier. Hier hebben we een veer. Rijmt veer op vier. Dan hebben we tien. Rijmt tien op vier. En we hebben hier het laatste is een stier. Rijmt stier op vier. Dus dan moet je even aankruisen als je denkt dat dat op vier eindigt. Op ier eindigt. Dat rijmt op vier. Normaal gezien hebben jullie ook thuis je mapje meegenomen met jouw lettertjes en het woordje van vier in. Neem die er dan alles bij en duw dan dat woordje en het prentje van vier al uit. Steek dat in jouw woorddoosje dan al. En doe hetzelfde met jouw lettertjes. Dan heb je dat al gedaan, dus zet mij dan nu ook maar eventjes op pauze als je het gehoord hebt. Dat is gewoon het pauzeknopje induwen. Vraag aan mama of papa om dat te doen. En doe dat dan nu. En dan ga je zelfs de rest van de oefeningen met de maken. Amai. Voilà. Dus eerst de woordjes en de lettertjes uitduwen en het juiste doosje steken. Dan gaan we kijken hier naar de volgende oefening. Dat ken je al. Dat is eigenlijk nu niet zo moeilijk. Eerst wat ga je moeten doen is hier eigenlijk het woordje plakken. Gaan we de cijfertjes verbinden. We beginnen met 0, 1, 2. Dus je mag met de potlood het helemaal verbinden. En dan ga je een afbeeldingje krijgen. Dan heb je met jouw kleefkaart, dat is zo, met de stickers op. Daar ga je het juiste woordje zoeken en dat hier in het vakje doen. En dan gewoon alle plaatjes die bij dan het figuurtje passen weer gaan verbinden. Dat ga ik niet extra uitleggen, dat ken je ondertussen. Oké. Dan hier omkring het woordje 4. Gewoon het rijtje aflezen en het omkringen als je het woordje 4 ziet. Dan ga ik eens even verder kijken. Dan hier, dat kan je ook. Dat is eigenlijk weer gewoon kleuren. Alle woordjes van vier kleuren laat je niet vangen, want er zijn er een paar bij die heel erg erop lijken, maar waarbij één lettertje toch altijd anders is. En maak die van de blauwe kader ook maar. Dan heb je extra geoefend. Dan hier hebben we het verhaaltje. Allemaal vier. Omkring het woord vier. Dus allemaal vier. Vier seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Onze poes kreeg vier kleintjes. Een auto heeft vier wielen. We gaan vier dagen op reis. Ik kreeg een 4 op 10 van de meester. En oh ja, mijn zusje is net 4 geworden. We geven een feestje. Vier je met ons mee? Dus hier alles van 4 aanduiden. Ja. Dan ga ik eens even kijken snel wat we dan nog hadden opstaan. Even zien. 46. Ja. Wat je dan nog mag doen, is hier, dat is jouw leesboekje erbij nemen. Ja, even de politie die hier doorkomt. Sorry voor het lawaai. Oké. Dus we hebben het leesboekje dan dat je er eventjes bij neemt. Nu, je kan dat ook gewoon doen eigenlijk met jouw letterdoosje, hè? Om het nog een beetje verder te oefenen, jouw lettertjes van 4. Dat is bladzijde 30 in jouw leesboekje. Ik kan het hier beneden zien. En dan is het eigenlijk weer de bedoeling, dat heb je in de klas ook gedaan, dat je het woordje gaat lezen en de lettertjes gaat hakken en plakken. Hè? 4, v, i, r. Hier ook 4, 4, i, r, r, v, r, v. En zo verder. En hier, ik zou de lettertjes beneden ook nog eens allemaal mooi lezen, zodat je die ook nog een beetje oefent. Oké? Dus dat is eigenlijk ons lesje van vandaag. Als er vraagjes zijn, dan mag je weer altijd bellen. En anders wens ik veel succes. Dag!